En de grote vraag natuurlijk is, hoe maak je zoiets? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Alhoewel, simpel. Ik download dit als het videootje. Het videootje is natuurlijk origineel gewoon dit filmpje wat je downloadt. Heel simpel. Vervolgens ga je dat audiobestandje invoegen in je akoestica, waardoor je dus het geluidje krijgt. En dan selecteer je dat stukje en dat importeer je in Fruity Loops. Daar heb ik een mapje voor gemaakt, dat heet Toeterman. En Toeterman heeft verschillende soorten geluidjes, let maar op. Maar als ik het achter elkaar doe, je dit. Dus als je dat allemaal lospakt, dan heb je bijvoorbeeld... Je kan hele liedjes maken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb in mijn Fruity Loops heb ik het volgende gemaakt. Let op, als je dit dus doet, krijg je dus dit. En we kunnen dat toch veranderen hoor. Want als je zegt van dit... Gaan we de kick erbij doen? Beetje hard jongens. En de clap. Klinkt lekker, hè? Dan knip ik even eentje hier. Die haal ik mee. Van de Gladiator. Die heb ik zelf ingedaan met een pianorol. Dan kan je dus zeggen van... Je kan alles doen. Dus als je, dan heb ik een lijntje gemaakt van muziekje. En dan krijg je dus... Als je hem activeert, krijg je dit. Klinkt wel lekker, hè? We gaan een remix maken. Ik hoop dat je het een leuke video vond, een kleine, compacte video. Maar dan weet je ongeveer hoe ik zo'n remix maak. Het leek me gewoon wel leuk om gewoon dat nummer een keer te remixen. Dus bij deze, vergeet niet een like te geven en te abonneren in het midden van het scherm. En tot de volgende keer. Wie weet gaan we nog wel zo'n remix maken. Doei doeg!